In het programma Tilt de Grondheid ontwikkelen we nieuwe tiltsystemen die een oplossing moeten zijn voor de waterkwaliteitsproblemen in Nederland en die ook uiteindelijk oplossingen moeten bieden voor de ondernemer en uiteindelijk dus ook rendabel moeten zijn. Tilt de Grondheid-systemen worden ontwikkeld voor prei, bladgewassen, kool, aardbei, boomkwekerij, bloembollen, zomerbloemen, appel en blauwe bes. De overheid stimuleert deze ontwikkeling omdat wij denken dat het bij kan dragen aan het oplossen van een aantal belangrijke beleidsproblemen. Aanvankelijk is het ingestoken op het verminderen van emissies van mineralen naar het grondwater, op de zandgronden. Maar er zijn ook op de andere vlakken, gebied van gewasbescherming, arbeidsbelasting, nog belangrijke voordelen te halen. Onze motivatie om bladgewas op water te telen is om duurzaam te telen in de toekomst en het probleem van de grondschaarste op te lossen. Burgers vinden deze ontwikkeling zeer interessant. We hebben al regelmatig een open dag gegeven en iedereen gaat heel positief van het pad af. De overheden, daar zijn we mee in gesprek en daar proberen we samen de teelt uit de grond in te passen in de ruimteordeling. Om de knelpunten op te lossen in de toekomst willen we samen met het bedrijfsleven zoeken naar een rendabel systeem. En samen met de overheden en instanties willen we werken aan een systeem wat goed past in de maatschappij. Nou, wij telen prei in Zeeland. En dat is eigenlijk niet gebruikelijk. Omdat de grond in Zeeland sinds de markt vraagt om een lang stuk wet niet geschikt is. Het teeltsysteem bestaat uit twee vijvers. In de vijvers liggen drijvers. En op de drijvers zijn pijpjes. En in het pijpje zit een roostertje. Waar de plant op rust. Dus dan kan de plant wortelt in het water en blijft zo zandvrij. Ik verwacht in deze tijd dat er toch wel toekomst is voor dit teeltsysteem. Het is een heel duurzaam systeem. Het is een schoon product op verschillende manieren. En dat, als je met consumenten praat, wordt dat zeer gewaardeerd. Dus het gaat er net om, is het mogelijk om die meerwaarde die het product biedt, om die uit de markt te krijgen. En dan zie ik zeker een mooie toekomst voor de teeltsysteem. Wij willen bereiken dat wij de waterbehoeften en de voedingsbehoeften van de plant komen te weten, zodat wij beter kunnen sturen om een hogere kwaliteit bessen. Hectare-efficiëntie is hiervan zeer in belang, dat wij meer kilogrammen per hectare gaan halen in een hoge kwaliteit. Op dit moment is de blauwe bes maatschappelijk zeer geaccepteerd. Alleen als wij boven de grond gaan telen en wij kunnen duidelijk uitleggen waarom wij dat doen, dat we een besparing hebben op de watergift, dat wij een besparing hebben op de voedingsstoffen, op de herbiciden en fungiciden, dan zal dit een groot voordeel hebben ook voor de milieutechnische aspecten van de teelt. We hebben dit teelsysteem aangelegd om te onderzoeken wat voor voordelen dat het zou kunnen bieden. Inmiddels is dat duidelijk. Planten vallen niet om. We geven onderlangs water. Het gewas blijft droog. Het is een gesloten systeem. Ook arbeidstechnisch gezien levert het voordelen op. We zijn niet onbekend met het systeem pot in pot. We hebben percelen aan druppelslangen. En konijnen vinden het bijzonder interessant om die slangen af te vreten. Dus daar zit heel veel controlewerk in. Wat we nog moeten onderzoeken is een stukje techniek. Het gaat vooral om het gelijkmatig opzetten van het water. Dat behoeft nog aandacht. En daarnaast, we zijn zeer te spreken over het systeem. We zien er de voordelen van. Maar rendement betreft kunnen we eigenlijk pas iets zeggen als we de proef verder opschalen. Het onderzoek levert bijdrage aan Tilt de Grondheid via het ontwikkelen van de systemen, van idee tot echt werkend systeem in de praktijk, zoals we gerealiseerd hebben bij prei op water. Daarnaast werken we aan specifieke problemen, zoals het oplossen van de ziekteproblematiek in de bladgewassen. En ook bijvoorbeeld de vochthuishouding, waterhuishouding bij de lelies. En daarnaast werken we aan integrale duurzaamheid. Daar gaat het bij om over de hele breedte vaststellen van de duurzaamheid en daar komen ook nieuwe problemen naar voren die we proberen te tackelen, zoals bijvoorbeeld rond energiegebruik.
Nou, belangrijkste successen zou ik er twee willen noemen. Eén, dat ondernemers hebben laten zien dat ze erin geloven en ook met eigen experimenten op bedrijven willen aansluiten. En twee, dat het programma gaat over een aantal volgronds tuinbouwsectoren heen, die op zich heel verschillend kunnen zijn, maar waaruit blijkt dat er toch heel veel van elkaar geleerd kan worden. De belangrijkste uitdaging is tot een robuust en rendabel systeem te komen voor de ondernemers, waar ze echt mee aan de slag kunnen. Waarbij ook problemen als ziektes en dergelijke opgelost zijn. En voor de maatschappij gaat het erom dat de emissieproblematiek ook echt met deze nieuwe systemen aangepakt is. Zodat de emissies ook daadwerkelijk beperkt zijn. Nou, de overheid denkt dat in de toekomst de consument steeds meer om veilige en meer duurzaam geteelde producten gaat vragen. En wij denken dat dit systeem daar nog een belangrijke bijdrage aan kan gaan leveren.